Ik ben geen pastor, ik ben geen counselor, maar ik ben wel met echtparen hier geweest in deze les. Zitten we drie stoeltjes neer, zitten we de hele middag. Tussen 2000 en 2008 heb ik twee grote gemeentecrisissen meegemaakt in de gemeente waar ik zelf was. Slapeloze nachten. Boosheid. Ergernis. En hoe ging God? Zijn weg. Naar mildheid. Naar dankbaarheid. Naar nieuwe dingen. Die hij echt gedaan heeft. En daar no shortcuts. Er zijn geen korte afsnijbochten. Er zijn geen simpele drie stappen plannetjes van een of andere slimme manager. Het is het proces op de knieën. Op de knieën. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zo spreekt hij. Proces van verootmoediging. Proces van stilvoeden. En de stilte toe te laten. Zeg, Vader, moet uw geest in uw werk. Moet u met uw geest in uw werk. Waar met uw geest in. De Heer is getrouw. Toen ik daar op die stoel zat achterin, toen dacht ik, ik begin met de volgende woorden. Ik zou het maar het eind uitspreken. Onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God en zijn Vader. En van de Heer Jezus Christus. De woorden aan het begin van de dienst. Fotum en goed. Zo kostbaar. Zo kostbaar. Genade en vrede zijn we van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus. Alle brieven van Paulus beginnen ermee. Ook aan Korinthe. Om er maar eens één te noemen. Stel voor dat we een moment stil zijn.